De Edaklezoekroute van het Arvika Kano en Toerencenter is een circa 45 kilometer lange tocht over riviertjes en verschillende meren van Zweeds Wermland. Elwin Berghuis en Laura Zwarte maakten deze tocht op 13, 14 en 15 augustus 2012. Na een gedegen instructie en briefing vertrekken ze. Al snel verdwijnt het geruis van de autoweg en blijft de immense stilte over. Slechts het geluid van de peddelslagen, de boot en het druppelende water van de peddels blijft over. Op meerdere plekken lijkt de rivier geblokkeerd te zijn door omgevallen bomen. Meestal komen ze er al slalomend omheen, hoewel het niet altijd helemaal goed gaat. Daar kunnen we tussendoor. Komt ie. Haal je peddel maar binnen als je wil. Een groot aantal omgevallen bomen blokkeren de rivier over de hele breedte. Ze denken er aan de rechterzijde onderdoor te kunnen. Maar gaat dat wel lukken? Of moet de zager aan te pas komen? Nee, hier komen we niet. Hier komen we niet onderdoor, denk ik. Ja? Gaat de hele zwik die gaat, zie je dat? Het duurt niet lang of het volgende avontuur dient zich aan. Een stroomversnelling. De rust is weergekeerd. En na enige tijd komen ze bij de monding van de rivier en varen het meer Huggen op. Zo'n meer overvaren lijkt eindeloos te duren. Maar eindelijk, na nog eens 2 uur peddelen, komt de gekozen overnachtingsplaats in zicht. Een onbewoond eilandje in het meer Renken. Eenmaal aangekomen wordt het eilandje eerst verkend natuurlijk. Een plekje zoeken voor de tent is het allerbelangrijkste. Het is 7:30, dus er moet doorgewerkt worden. Tent opzetten, water filteren, koken en natuurlijk eten. Daarna kan er nog even genoten worden van de zonsondergang. En dan is het bedtijd. De volgende ochtend zijn ze alweer vroeg uit de veren. Vandaag wacht een nieuwe uitdaging. De kano moet bijna 5 kilometer overgedragen worden naar het volgende meer. Na het afbreken van de tent en het inpakken van de rugzakken wordt de bagage ingeladen en vertrekken ze. Goed gedaan. Dankjewel. Oké, ja. Gaan we vertrekken. Maar voordat er overgedragen kan worden, moet er eerst nog zo'n kilometer of 7 gepeddeld worden. Het is prachtig weer. Er staat weinig wind en het zonnetje schijnt. Dan heb je al gauw je hoedje nodig. Ik denk dat ik allemaal
zoontje wel even nodig heb. De resterende kilometers gaan voornamelijk over groot open water. Een heel avontuur op zo'n groot meer is zo'n kleine kano. Gelukkig waait het amper en anderhalf uur later beginnen ze aan de nieuwe uitdaging, het overdragen. Het overdragen van de kano is een inspannende bezigheid. Nadat de bagage uit de kano is gehaald, moet het 40 kilo zware vaartuig uit het water worden genomen en op een karretje worden geplaatst. Daarna loop je naar de plaats waar deze weer in het water kan worden gelaten. In dit geval het meer Glasfjord, het 102 vierkante kilometer grote meer waar ook het Arvika kano- en toerencentrum aan ligt. Nog maar net in het meer Glasfjord stuiten ze op een groot veld met prachtige waterlelies. En dan begint de lange tocht over het meer naar de volgende overnachtingsplaats. Een kilometer of 10 rechtdoor, zon in het gezicht en weinig wind. De volgende ochtend rest nog het oversteken van het meer. Terug naar het Arvika Kano en Tourencenter waar de tocht is begonnen. Het meer oversteken duurt een uurtje en dan zit het erop. Na aankomst moet de kano nog wel uit het water gehaald worden, schoongemaakt worden en opgeslagen worden. Maar na 45 kilometer peddelen mag dat geen naam hebben. De Edaklasbrugroute is een leuke route die voor iedereen die gezond is van lijf en leden te doen is. Er staan 3 dagen voor de 45 kilometer lange route. Maar Elwin en Laurens hebben hem in goed 2 dagen gevaren.